Hallo, welkom. Mijn naam is Wendy Jansen. Vandaag ga ik Onno Zijlstra interviewen. Dat heeft alles te maken met dit boek, De Verbeelding, over waarneming en kunst. En we gaan 20 minuutjes met elkaar praten over dit boek. En we hebben een aantal mensen van DB Café die mee gaan kijken live. En zij gaan ook vragen stellen, maar vanaf allerlei locaties kunnen vragen gesteld worden. Dus daar komen we na 20 minuutjes ongeveer aan toe. Onno, welkom. Ja, ja, voor jou is dit eigenlijk een heel normaal gebied, hè? Je bent docent geweest hier. Dus in die zin was het weer fijn weerzien in ieder geval. Jazeker, ja. Een thuiswedstrijd, ja, zo is het. Maar het lezen van het boek, moet ik eerlijk zeggen, was ook een soort van thuiswedstrijd voor mij. Want ik herkende helemaal jouw stijl en jouw manier van schrijven is heel toegankelijk en dat is heel prettig. En daarom is het ook echt wel een aanbeveling, ook juist voor onze studenten. Jij hebt een soort van cadans in tekst, beeld, beeld, tekst, waardoor het eigenlijk echt heel mee te voelen is wat jij eigenlijk bedoelt. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Goed om te horen. Mooi. Maar hoe ben je dan dit boek begonnen? Want je bent op een gegeven moment besluit je zoiets te beginnen en wat was de aanleiding? Oké. Okay. Ja, nou, ik had een persoonlijke aanleiding, uiteraard. En daarnaast een meer algemeen menselijke of maatschappelijke aanleiding. De persoonlijke aanleiding was dat ik heb eerder boeken gemaakt in de sfeer van beeldende kunst en esthetica. En er zat ook een inleiding in de esthetica bij. En omdat ook die gericht was op beeldende kunst, wilde ik dat beginnen met een hoofdstuk over verbeelding. Ja. En dan verbeelding, beeld als in beeldende kunst. En daar heb ik enorm op zitten ploeteren en tobben en omheen gelezen en geprobeerd te schrijven. Maar dat is niet gelukt. Dus dat is gebleven bij, 1, 2 alinea's in de inleiding van dat boek. En dat zat me toch dwars. Ja. En toen ik met pensioen ging en mijn handen vrij had, toen dacht ik, oké, en nu gaan we het dus doen. Mm-hmm. Nu moet het gebeuren, geen excuses, gewoon doorpakken. Ja. Nou, dat ging nog niet vanzelf, uiteraard. Maar je zou kunnen zeggen dat, doordat ik een soort as voor het boek heb gevonden, namelijk het denken van Immanuel Kant over verbeelding. Dat gaf het een kop en een staart. Ja. En van daaruit ben ik de gedachtegang gaan uitwerken. Dus op die manier is het boek ook opgezet. Aspecten van verbeelding zoals die bij Kant aan de orde komen en daaromheen komen andere filosofen aan de orde, kom ik zelf te spreken. Ja. Het is een soort van, dit moet toch nog een keer gebeuren. Dat was mijn persoonlijke motief. En er was ook een maatschappelijk motief. Verbeelding staat op het ogenblik nogal in de belangstelling. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met de fikse problemen waar we als mensheid in zitten. Mm-hmm. Ongeacht de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Ongeacht COVID-19. Als die problemen voorbij zijn, dan zullen we merken dat we als mensheid voor grote problemen staan. En dat daarvoor zijn algoritmes, om dat op te lossen, zijn algoritmes en data is niet genoeg. Ja. Empirie en wiskunde, dat is niet genoeg. Daar is ook verbeelding voor nodig. En er zijn verschillende mensen die daar ook op wijzen. Ja. En toen dacht ik, maar dat is dan ook wel een reden om op die verbeelding zelf te reflecteren. Je zag echt ook een soort van urgentie vanuit deze tijd, waarin we eigenlijk
toch wel, zeg maar, op allerlei manieren zoeken naar hoe dan. En jij wijst eigenlijk op menselijk vermogen, ja. Die heel zichtbaar is, alleen wel eens onderschat wordt, zeg maar. Ja, en dan wat mij betreft, is de kunst daar een toonbeeld van. Ja. Ik bedoel, verbeelding vinden we overal, hè, maar ja, kunst is het toonbeeld of paradigma van verbeelding. Ja. Ja, en daarmee geef je dus eigenlijk ook wel weer, tenminste jij zegt zelf schrijf ik ook stukken in het boek, dat vind ik heel prettig, dat je niet alleen maar over filosofen schrijft, maar op een gegeven moment heel duidelijk wat jij ook zelf vindt, dan zie je ook mogelijkheden dat de kunst iets kan bijdragen aan deze maatschappij, dat het niet alleen vrijblijvend is. Nee, zeker. Daarin vind ik ook wel steun bij de filosofen die ik bespreek. Mm-hmm. Waarvan daar, ja, onder andere de eerder genoemde Kant. We willen het nog wel eens hebben over of kunst nuttig is. Yeah. Dus waar is het goed voor? Nou, deze filosofen zouden dat een rare vraag vinden, want ze vinden kunst noodzakelijk. Dus hoezo nut? Yes. Ik bedoel, kunst is noodzakelijk. Yeah. En dan geven ze ook hele goede redenen voor waarom kunst noodzakelijk is. Ja. En dat is wel dat je daar Kant voor nodig hebt, laat je heel mooi het zien, zeg maar. Een filosoof die je met veel liefde behandelt. Hè? Je zegt zelf in je inleiding dat je ongeveer een hondje bent. Ja, zeker. Van Kant, zeker. Tijdens Kant's wandeling. Nou, prachtig beeld. Overigens is dat ook wel bedoeld om mezelf enige vrijheid te verschaffen. Ja. Want die hond die loopt niet altijd achterkant aan. Nee. Hij loopt ook wel eens voor hem uit. En wanneer loop jij nou in het boek voor Kant uit dan? Nou, in die zin. Het boek is geen Kant uitleg. Nee. Ik ben ook geen Kant specialist. Of ik beschouw mezelf niet als Kant specialist. Dat doen andere mensen. Ik probeer Kant voor ons, ik zou maar zeggen, voor ons om een soort mensen hanteerbaar te maken. Mm-hmm. Dus de manier waarop Kant over kunst nadenkt, dat zo te brengen, dat, ja, in het veld te brengen, de manier waarop wij zelf ook over kunst kunnen nadenken. En Kant is toch een hele rationalistische filosoof. En is ook een heel 18e eeuwse problematiek, 18e eeuws jargon. Ja. En ik bedoel, ik kan me voorstellen dat kantspecialisten ze nu en dan zeggen, ja, hallo meneer Zijlstra, maar zo gaat dat niet. Het is iets te kort door de bocht. Ja, dan zeg ik, nou ja, maar dat was ook niet de bedoeling. Nee, dat is ook niet de strekking van. Ja. Dus daarin, zeg maar, neem je Kant eigenlijk heel serieus, maar tegelijkertijd ga je eigenlijk als het ware laten zien dat Kant op dit moment ook urgent is. Ja. Ja, het is echt dat is mooi hoe je dat doet. Wat ik heel fijn vind ook, is dat je uitlegt hoe Kant zich druk maakte over hoe dat verstand zeg maar eventueel in conflict is met verbeelding, maar toch tegelijkertijd elkaar nodig hebben. En daar heb jij zelf toch wel bepaalde ideeën over. Heb ik het idee. Nou, ik vind het al heel erg bijzonder aan Kant dat die verbeelding komt niet pas ter sprake als hij het over kunst gaat hebben. Maar hij heeft het al over verbeelding wanneer hij het over kennis heeft. Hè? En de manier waarop wij de werkelijkheid waarnemen, daar zit al verbeelding in. Precies. En hij wil... Ik bedoel, dat vonden andere mensen in zijn tijd ook al wel. Ik bedoel, de tijd leunt ook al tegen de romantiek aan. Mm-hmm. Dus verbeelding wordt bijna hip. Maar dan zat er altijd nog de sfeer in van... Ja, dat we in onze kennis ook niet zonder verbeelding kunnen. Of dat we niet over de werkelijkheid kunnen praten zonder dat verbeelding daar een rol in speelt. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Ja. Want dan hebben we toch niet de echte werkelijkheid. Dan is het toch niet helemaal waar, want daar zit verbeelding in. Ja.
En dan gebruikt Kant, vind ik, het schitterende beeld van de duif die vliegt. En die duif die denkt, als er nou geen luchtweerstand was, dan zou ik veel harder gaan. Mm-hmm. Nou ja, maar zonder luchtweerstand valt er helemaal niet te vliegen. Mm. En dat, zo praat Kant dus over de verbeelding. Hè. Ja, je kunt wel kennis en werkelijkheid en waarheid zonder verbeelding willen hebben. Maar dat is bizar. Yeah. Dat is een bizar concept. Dat kan niet. Nee. Hè. Dus, als wij het over de werkelijkheid hebben, dan speelt verbeelding daar altijd al een rol in. En dat is geen bizar, want Dat is wat we werkelijkheid noemen. Precies. En daar zit ook een subjectieve kant aan. Nou, subjectief. Wij zitten daarin. Wij gebruiken die term. Maar ja. Kant eigenlijk niet, hè? Toch? Kant kan het wel subjectief noemen. Dan is het tegelijkertijd algemeen menselijk. Hmm. En dat is bijna wat wij objectief zouden. Ja. Dus het is zo in mijn hoofd, maar als het klopt wat ik beweer, dan is het in andere hoofden ook zo. Ja, precies. Ja, ja. In die zin gelooft Kant daar nog in. Ja. Nu zitten we in een wereld waarin dat best wel bestreden wordt. Eigenlijk zeggen we, nou ja, weet je, iedereen zit in zijn eigen wereld, in zijn eigen waarheid. Dat is een groot probleem eigenlijk. Hoe kunnen we dat met verbeelding oplossen dan? Oké. Om te beginnen dus met te erkennen dat die verbeelding daar al in zit. Mm-hmm. En vervolgens in te zien dat niet automatisch en niet vanzelf betekent. Dat het dus subjectief is in de zin van, ja dat vind jij. Maar wel in de zin van, om het op voor het gemak op smaak te betrekken. Hè, we hebben de neiging om te zeggen, nou over smaak valt niet te twisten. Mm-hmm. Er is een oud idee. Maar van oud betekende dat over smaak valt niet te twisten. Want dat staat vast. Ja. En later is het gaan betekenen over smaak valt niet te twisten, want iedereen heeft zijn eigen smaak. Ja. Bij Kant valt over smaak juist wel te twisten. Moeten we twisten? Moeten we twisten. Ja. Dus kijk, als jij chocolademelk niet lekker vindt en ik wel, oké, geen probleem. Even goede vrienden. Hè? Maar als ik Vermeer gezicht op Delft, op een Mondriaan, fantastisch vindt en jij zegt, ja, maar dat kan mijn broertje ook, ja, dan hebben we een discussie. Dan kunnen we het over hebben. Ja, dan moeten we het daar nodig over hebben. Ja, ja. Ja, precies. En jij verbindt dat op een gegeven moment ook met ideeën van Hannah Arendt, hè? Dat je zegt, oké, in die twist leren we dingen die we nodig hebben in onze gemeenschap. Is het zo rechtstreeks of bedoel je daar andere dingen mee? Het grappige is dat Hannah Arendt, het boek van Kant, waar kunst ter sprake komt, eigenlijk voor haar politieke ideeën inzet en ook belangrijker vindt dan Kants politieke geschriften. Of in elk geval belangrijker dan Kant's ethische ideeën. Want daar slaat hij nog met zijn vuist op tafel. Ja. En als Kant over kunst gaat praten en over discussies over kunst, dan wordt het veel meer het gesprek. Ja. Dan wordt het veel meer intermenselijk. Ja. Dat is één element. Een ander element is, of ja, daaraan grenzend, dat wat mij betreft, en dat strookt met het belang van Hannah Arendt, zij vindt gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijke discussie, van wezenlijk belang. Mm-hmm. Hè? Zeker in de politiek. Je zou kunnen zeggen dat is het hart van de politiek. Ja. Dat je het samen ergens over eens moet zien te worden en dat je samen een besluit neemt. Mm-hmm. Daarvoor is een publieke ruimte nodig. En ik denk dat, zeker in strijdbare tijden als deze,
kunst een hele mooie publieke ruimte is. Ja. Om, zonder dat er meteen messen getrokken hoeven te worden, met elkaar te discussiëren over aangelegenheden. Ja, hè? Ja. Dus het is een oefening, zeg maar. Maar tegelijkertijd is het niet vrijblijvend. Nee, het is bepaald niet vrijblijvend. Nee, hè? Ja. Ja. Dus, nee, ik vind een mooi voorbeeld. Ja. Maar er zijn vast talloos. Piss Christ van Andres Serrano. Goed, dat is een foto van een crucifix gedompeld in urine. En, en die foto, dat werk, is in Frankrijk vernield door orthodoxe christenen, orthodoxe katholieken. Dat vind ik jammer. Ja. om twee redenen. Eén, je maakt het speelgoed van andere kinderen niet kapot, om te beginnen. Maar los daarvan vind ik die foto nou net een heel goed ding om een aantal dingen over het christendom of over het geloof ter sprake te brengen. Ja. Ja. En ik had jou zou gedacht hebben, dingen die mensen hoog zitten, die kun je juist langs die weg, je kunt het erover hebben. Ja, ja. Dus dat bespreken, dat communiceren, dat is heel belangrijk om dat veld open te houden, zeg maar. Ja, en daarvoor is kunst een plek. Dus is kunst bij uitstek een plek voor. En waarom bij uitstek? Want, bij uitstek, omdat kunst natuurlijk ook een zekere belangeloosheid heeft. Kijk, dat is een ander element van Kant. Hè. Kant heeft het er natuurlijk ook over dat het in kunst vooral om gaat om simpel te zeggen dat het een goed ding is. Ja. Dus het is niet zo belangrijk of er een cavia op staat of Willem-Alexander. Dus een schilderij met Willem-Alexander is niet per se een beter schilderij dan een schilderij met een cavia. Het gaat om de kwaliteit van het werk. Ja. En dat betekent al dat je bij het spreken over kunst natuurlijk afstand moet kunnen nemen van bepaalde persoonlijke voorkeuren. Mm-hmm. Misschien kost het mij heel veel moeite om het schilderij van Willem-Alexander erg mooi te vinden. Want ik ben niet zo'n monarchist. Mm-hmm. Hè? Maar dat zou Kant zeggen, ja, maar dat jij geen monarchist bent, dat doet er nu even niet toe, want het gaat om het schilderij. Ja, precies. Je moet eigenlijk als het ware je voorkeuren die je uit andere werelden hebt gehaald, moet je weghalen. Ja, die moet je even opstorten tussen haakjes zitten. Ja. En je geeft op een gegeven moment heel mooi weer dat kunst heel veel symbolische waarde kan hebben, als symbool, zeg maar. Hè. Betekent dat een kunstwerk in principe ook een rijk gesprek oplevert? Ja, nee, zeker. Ja, nee. Kunst nodigt uit tot een rijk gesprek. Want dus kunst is voor Kant. Aan de ene kant is het dat mooie ding op zich, mm-hmm. een waarde op zich. Ja. Maar daarnaast is het. Is een kunstwerk ook, het gaat ook altijd ergens over. Mm-hmm. En het gaat, Paul Klee heeft gezegd, kunst niet het zichtbare af, maar maakt het onzichtbare zichtbaar. Dat komt vrijwel letterlijk bij Kant vandaan. Hè, omdat bijvoorbeeld gezicht op Delft, wat wij daarop zien, is niet eens in de eerste plaats Delft. Ik bedoel, wat je daarbij beleeft bij dat werk, precies. Doet er ook niet toe dat het Delft is. Doet er ook niet toe dat hoe die dat heeft neergezet, dat Delft er toen niet op die manier uitzag. Maar dat schilderij, het geladen met allerlei waarden, en die voel je als je daarvoor staat. Ja, en die kun je dan samen bespreken. En dat zijn dus dingen die op een bepaalde manier onzichtbaar zijn. Ja. Zoals vrijheid, oneindigheid, bezieling. Ja. Dat zijn dingen die niet direct
zichtbaar zijn, maar die je in het werk wel ervaart. Ja, ja. En dat zijn ook dingen die we eigenlijk niet zo goed kunnen bespreken. En die, precies, dat kan dus ook nog. Ja. Dus het is niet, vandaar die, dat de verbeelding belangrijk is, want het is niet pure waarneming, maar het zijn ook geen begrippen. Het is niet conceptueel. Dus ik heb een begrip van een koe. Dat betekent dat ik me een koe kan voorstellen. Ja. Maar in die zin heb ik niet een begrip van vrijheid. Ja. Maar ik kan vrijheid wel voelen in de ervaring van de kunst. Dat maakt kunst dan veel waardevoller dan veel mensen denken, toch? Ja, want het geeft enige houvast in zaken die we niet precies kunnen benoemen. Ja, ja. Je vergelijkt het in het boek ook met wetenschap, hè? Dat wetenschap misschien ook minder zeg maar, strak in de leer is dan dat ze zelf denken te zijn. Dat is ook interessant om te zien, omdat kunst zich zeker nu heel erg vergelijkt met een wetenschap. Artistic research gaat daarover. Mensen vragen zich af, wat is het niveau van een academie? Kun je dat dan ook met Kant ondersteunen, die discussie? Of is dat nou, ja, zeker. Kant is echt iemand van het maken van onderscheiden en vervolgens samenhang aanbrengen, samenhang laten zien. En ik zou heel erg de neiging hebben om, als in discussie over de verhouding van kunst en wetenschap, op een vergelijkbare manier te werken. Eerst het verschil maken, daarna de overeenkomst. En misschien is het verschil minder scherp dan Kant het aangeeft. Ja. Er zijn allerlei redenen voor. Maar ik hecht te veel aan kunst dan dat op één hoop te gooien. Ja. Ik heb sowieso een beetje een hekel aan. Hegel heeft het over de nacht waarin alle koeien grijs zijn. Ik vind het belangrijk dat dingen ook onderscheiden worden. Ja, ja, mooi. Ja. Juist om ze allebei in hun waarde te laten. Ja, ja, dat is wel, vind ik in ieder geval, een hele goede afsluiting van onze interview in ieder geval. Want okay. Ik begrijp dat er ook een aantal vragen zijn. Hè? Ja, zijn er hier in de zaal vragen voor Onno? Nee? Dan zou je misschien nog iets kunnen vertellen over het ontwerp van het boek. Ja, zeker. Nee, met genoegen, graag enzovoort. Want die tekst van mezelf, die kende ik wel. Dus er was voor mij weinig verrassend aan. Maar ik ben ongelooflijk blij met het boek. En dat heeft te maken met de uitgever, Art Express. Want die zeiden, toen ik met de tekst kwam, toen zeiden ze, we gaan er een mooi ding van maken. Mm-hmm. En dat is het ook geworden. En daar zijn ontwerpers aan te pas gekomen. En die ontwerpers, de vormforensen, die hebben dat echt fantastisch opgepakt. Dus het boek is tekst. Er zitten ook beeldessays in, dus bij die diverse aspecten. Zijn ook steeds beeldessays, bestaande uit 12 bladzijden beeld, waarin via het beeld gereflecteerd wordt op die kant van de verbeelding. Dan neem je ook kunst echt serieus. Dan zeg je, oké, ik ga niet vertellen wat het is. Die beeldessays staan op zichzelf. Ja. En daarnaast zijn er intermezzo's waarin ik specifieke kunstwerken of zelfs een kunstvorm, hele kunstvorm met stripverhaal bespreek. En ja, ik vind eigenlijk dat de ontwerpers een derde dimensie nog weer aan het boek hebben toegevoegd qua verbeelding. Toen ik bezig was, merkte ik zeg maar dat de kaft telkens terugkomt. Dus eigenlijk als het ware ben je aan het lezen en dan blijft er zo'n stukje ergens op een bladzijde hangen. En daar ben je dus de hele tijd van bewust. Dus door het ontwerp weet je dat het een geheel is.
En dat is echt mooi gedaan. Zeker. Ja. Ja. Leuk. Ja, we hebben nog tijd voor één laatste vraag. Wat is volgens jou de taak van de kunst en wat betekent dit voor de rol van de kunstenaar? De missie die de kunstenaar heeft. En wordt goede kunst en kunstenaarschap dan gezien in het kader van in hoeverre het aan die taak voldoet? Oké. Goeie vraag. Het laatste denk ik zo 1, 2, 3, maar misschien te snel ja. Dus dat is het simpele deel van de vraag. Het eerste deel is wat ingewikkelder, want er is een diversiteit aan kunst. Ik bedoel, kunst is niet één ding. Het boek gaat ook in die zin niet per se over autonome kunst, maar ook over design, over architectuur, over stripverhaal. Dus kunst is nogal divers en dat betekent ook een diversiteit aan taken. Ja. Maar ik hecht er in elk geval altijd wel aan dat kunst ook altijd iets zintuigelijks heeft. En in die zin dicht bij onze lijfelijkheid blijft, die we op andere manieren, langs andere wegen, misschien te makkelijk zouden vergeten in de digitale wereld. Dus ik vind de zintuigelijkheid wel belangrijk. En ik vind dat element van Kant, dat kunst, letterlijk zegt Kant, kunst geeft veel te denken, maar dwingt niet een bepaalde gedachte af. Dus dat kunst in die zin iets zweverigs heeft, en ons aan het denken zet, zonder ons al vast te pinnen op een bepaalde gedachte, dat vind ik een hele belangrijke. En dat heeft ook weer te maken met het onderscheid maken tussen gebieden. Als je een politiek statement wil maken, ga de politiek in. Maak een spandoek. Maak je als kunstenaar een politiek statement, dan moet er altijd voor degene die daarmee geconfronteerd worden, speelruimte in zitten. Ja. Ja, anders zou het echt een soort van alleen protest of politiek zijn. Ja, zeg maar. Ja. Ja, ergens, ik heb het opgeschreven, pagina 241, dus dat is voor degene die het boek gaat lezen, zeg je dat er vier vitale functies zijn. Oké. Ja, je bent echt heel duidelijk. Een waarde op zich, dus welzijn. Nou, daar is Kant het zeker mee eens. Het motiveert tot een steentje bijdragen. Dat vind ik heel mooi lief gezegd ook. Omdat het vanuit een eenheid of een heelheid bedoeld is. Het verruimt onze wereld. Dat is net wat je ook zei. En het draagt bij aan gemeenschapsvorming. En dat is wel een hele lijst eigenlijk. Een hele klus ook. Voor ons als academie, toch? Ja, dit is ook tegen het eind van het boek en wel een beetje een samenvatting. Ja, hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar het is wel heel prettig dat je toch een boek waar je heel veel dingen bij elkaar hebt gehaald, toch een soort van samenvatting kan geven. Want dat is best heel moeilijk als je het over kunst hebt. Het is best wel een grote uitspraak, toch? Maar wel een divers uit. Ja, ja, want het belangrijkste is natuurlijk dan wel weer te bedenken, tenminste vind ik heel erg spannend, kunnen die dingen elkaar ook uitsluiten? Dus kunnen die vitale functies elkaar ook uitsluiten? Oké. Okay. Ja, mijn uitgangspunt zou zijn van niet. Maar ze kunnen natuurlijk wel met elkaar op gespannen voet staan. Ja, ja. En dat is alleen maar leuk. En dat zal even. Ja, ja, precies. Ja. Ja, mooi. Dat was de laatste vraag, hè? De laatste vraag waar we tijd voor hebben, ja. Ja, ja. Mag ik nog een vraag stellen of niet? Want op een gegeven moment houd ik het op, hè? Ja, heb ik nog een heel even tijd? Want ik heb nog wel hele... ik wil eigenlijk een stukje voorlezen. Omdat ik dan denk van, ja, we hebben het erover. Maar mensen willen ook even misschien horen hoe jij schrijft. En want dat vind ik echt gewoon heel fijn om, om jouw taal te horen, zeg maar. Ik heb maar één zinnetje hier, dus kort, hè. De wereld wordt weer bijzonder gewoon in meervoud. Maar het is niet onopgemerkt gebleven. En
Dit is eigenlijk de laatste zin van een heel mooi stuk over hoe jij kunst eigenlijk hebt ervaren. En dan vervolgens kom je de wereld in. En dan zal ik hem nog een keer voorlezen. De wereld wordt weer bijzonder, gewoon in meervoud. Maar het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, eigenlijk best een mooi zinnetje. Ja, ja, mooi zinnetje. Ja, prachtig. Dankjewel voor ons boek, voor dit boek. En ik zou het zeker aanraden aan iedereen. En dank jullie voor het meeluisteren. Ja, zeker. Oké, dankjewel.